Dus uh, we hebben toen met uh, een Oekraïnse zangeres en twee uh, Oekraïns sprekende kindjes... die in Amsterdam inmiddels woonden, uh, dat uh, ingezongen. Uh, en daar die hele compositie verder omheen gebouwd. En dat werd uiteindelijk een super vette samensmelting. Die echt iets werd wat wij voor ogen hadden en wat we echt heel graag wilden doen. We kunnen niet aan Pirates of the Caribbean denken zonder de klanken van Hans Zimmer te horen. Zelfs de mensen die Super Mario nooit hebben gespeeld kennen het bekende deuntje. Dat is allemaal mediamuziek. Ook in Nederland hebben we mediacomponisten die op hoog niveau muziek maken voor films, series, games en reclames. Daarom zetten we hen graag in de spotlight met de Buma Music in Media Awards. Zoals componisten Jelle Petit, Mari Koning en Jelle Hoube. Zij zijn genomineerd voor hun werk Better Time Stories in de categorie beste originele compositie in reclame. Mijn naam is Amber en dit is Buma Music Emotion Behind the Track. Heren, welkom. Uh, Mari en uh, Jelle, you, you. fijn dat jullie er zijn. Uh, van, ten eerste van harte gefeliciteerd met jullie nominatie. Dankjewel. Hoe, uh, hoe voelt dat voor jullie om genomineerd te zijn uh, voor een prijs in de media muziek? Ja goed, wel, zeker. Nee, het is wel toch wel. Je, 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 je zet natuurlijk werken in en je hoopt natuurlijk dat het wordt uh, gewaardeerd. En als je dat dan hoort, dan is dat toch wel fijn. We doen dat heel cool. Zo van, Nou, maakt niet zoveel uit. En, uh, maar als je dan toch daar wel voor genomineerd wordt, dan uh, ben je er toch wel een beetje blij om. Het dan een klein beetje gevierd. Ja, zeker, oh, zeker, zeker. Kijk, goed zo. Een klein stempeltje ook al op je weer, of zo. Een, kleine, een klein voorfeestje is al geweest. Jawel. Ja, zeker. Dat is fijn. Maar jullie hebben niet zomaar werk ingestuurd. Uh, Better Time Stories, een uh, vrij intense film, reclame. Uh, kunnen jullie vertellen wat het verhaal is? Ja, nou ja, kijk, uh, we weten allemaal van de oorlog in Oekraïne. Uh, en er is een initiatief gestart, Better Time Stories, uh, waarbij ze. Uh, ja, verhaaltjes eigenlijk in bundels van vijf uh, verkopen. Um, en dan kunnen de ouders of de grootouders. die bijvoorbeeld in Oekraïne zijn achtergebleven. die verhaaltjes gaan voorlezen voor de kinderen. die het land moesten ontvluchten. zodat de kinderen een soort van uh, verbindenis hebben met die ouders of grootouders. die nog daar zijn of aan het vechten zijn. of daar nog ondergedoken zitten of wat dan ook. Uh, zij lezen een verhaaltje. lezen ze in eigenlijk via een app. en ze, die, aan de andere kant kunnen ze dan via de app. het verhaaltje terugluisteren. met de stem van hun geliefde. Eh, en dat is een, een, een concept wat um, natuurlijk heel veel aandacht zou moeten verdienen en uh, waar zoveel mogelijk rugbaarheid aan gegeven moet worden, zodat er zoveel mogelijk van dat soort pakketten verkocht worden, zodat er natuurlijk ook weer veel hulp naar Oekraïne kan. Dus uh, eigenlijk een soort van non-profit uh, verhaal, dat wel zeker. Ja, hoe, is het, hoe is dat op jullie pad gekomen, Jelle? Uh, ja, dat is gegaan eigenlijk uh, door een uh, partij waar we heel veel samenwerken ook. Ja. Uh, Boomerang Agency, uh, ook op Publis, volgens mij ook. Ja, die hadden er wel wat mee te maken. Ja. En ja, we zijn daar eigenlijk gewoon voor gevraagd om dat, uh, om dat te doen. En dan uh, hoor je dat verhaal. Uh, waar begin je dan met het maken van muziek? Nou, het is een, in het kort een samenwerking tussen dus dan Boomerang Agency, uh, Mr. Frank en Amsterdamse Klaambureau. Maar in hele nauwe samenwerking met een van de beste productiemaatschappijen in Oekraïne. Uh, ook met een Oekraïnse regisseuse uh, en dus die zitten daar middenin met die hele productie. Dus die heritage zat daar gewoon heel erg in. Uh, en de regisseuse had een heel duidelijk uh, voorliefde voor een volksliedje, Oekraïns volksliedje. Dat is die, die zanglijn die je erin hoort. Uh, heel oud liedje, niemand weet ook wie het geschreven heeft. En dat liedje gaat over een, uh, een kat die een kindje s'nachts wakker houdt. Dus als je hem letterlijk vertaalt, is het een kat, maakt me niet steeds wakker. Nou dat werkt natuurlijk terug naar de bommen die vallen en de luchtalarmen en dat soort dingen. zij wil daar heel graag mee werken. Maar het is natuurlijk een repetitief liedje. En ja, als je naar die film ook. kijkt, heel, heel duister. Heel, heel, duister het, heel ja. sinister. Maar die film wordt uiteindelijk anderhalve minuut een soort van... Ja, het zit echt een filmlijn in. Het is niet een 30, 30 seconden commercial waar je alles in moet proppen. Je moet echt een verhaal vertellen. Dus we zijn gaan kijken hoe kunnen we dat basismiddel gebruiken om daar een soort van filmische, trailerachtige trek van te maken die die beelden ondersteunt. Want... Het liedje aan zich heeft wel betekenis, maar met die beelden zegt het niet. Dus dat, daar moesten we iets op zien te vinden. En waar zijn jullie toen begonnen? Want toen hadden jullie dat liedje. En dan moesten jullie daar iets op verzinnen om dat. Ja. ja, we zijn toen begonnen. We hebben eerst inderdaad gewoon gekeken, uh, hoe, hoe kunnen we het in, in zo'n jasje gooien dat het, ja, dat het eigenlijk ook al de, de track voor zichzelf spreekt. Alleen ja, hadden we toen op een gegeven moment in het midden zoiets van oké, okay, nu hier weer echt een stuk nodig wat meer de, de lading uh, dekt. En toen zouden we het meer gaan zoeken in wat klassieke composities. En ja, daarin kijken hoe we daar die sfeer wat meer in konden aanzetten. En... Het was ook in de eerste instantie de vraag of we dat liedje konden gebruiken, rechte technisch. Nou ja, Buma weet er alles van. <laughs> um, dus we hebben het eigenlijk als basis genomen, daar een score omheen geschreven. En later toch zijn wij er heel erg voor gaan vechten om dat liedje er terug in te verwerken. Want het leek ons super vet om die combinatie te maken. Uh, dus het hebben we uitgezocht hoe dat werkte. En uiteindelijk was dat iets makkelijker, toch gelukkig, dan uh, we aanvankelijk dachten. Ja. Dus uh, we hebben toen met uh, een Oekraïense zangeres en twee uh, Oekraïns sprekende kindjes die in Amsterdam inmiddels woonden, um, dat uh, ingezongen. Um, en daar die hele compositie verder omheen gebouwd. En dat werd uiteindelijk super vette uh, samensmelting. Die echt iets werd wat wij voor ogen hadden en wat we echt heel graag wilden doen. Dus uh, we hebben iedereen zover gekregen ook om daar aan mee te werken en uh, om te zorgen dat dat ook ging gebeuren. Ja, want ook in betrekking tot zang uh, vertelt eigenlijk nu een verhaal want je eerst heb je dus de, de vrouw alleen die het zingt daarna wordt het uh, gehumd door, door kinderen en uiteindelijk zingen ze dan samen weer bij elkaar alsof ze dan toch weer bij elkaar uh, verenigd zijn zeg maar ja ja het is een uh, je zei het al een uh, non-profit een organisatie uh, die de steun uh, heel erg uh, goed kan gebruiken mm. hoe zorg je ervoor dat het uh, voor zo'n heel zwaar en actueel onderwerp dat het dat het toch nog aan blijft spreken, dat mensen niet afhaken. Ja, dat is ja, een vraag. Dat is een emotie die je moet zien te vangen. En die, ja, die zit natuurlijk op een, op, een, op een dramatisch emotioneel niveau, uh, maar het moet ook niet te zwaar worden. Dus, het, dus je gebruikt, het moet niet te vreemd worden. Je kan een hele vreemde, moeilijke compositie, maar het is best wel een, een, een vrij uh, rechterzee filmcompositie, zeg maar, die je ook in... In film, filmtermen veel terug zou kunnen horen door het gebruik van, uh, van de akkoordenschema's of, of wat dan ook. En door de instrumentatie. En vooral door op productie heel intens te gaan zitten. En niet zozeer op hele moeilijke lijnen en allemaal gekke dingetjes, Hou je toch die aandacht vast. En dat past ook wel beter bij het beeld. Uh, want ja, dan zouden misschien wel mensen wat het lastiger vinden om naar te luisteren. Ja. Het is echt ondersteunend aan de beelden. Ja. Wat was de grootste uitdaging in dit proces? Nou, ik denk wel dat dat uh, klassieke stuk daarin in verweven. En ook zorgen dat het met, ja, met ook alle, want er gebeurt ook heel veel qua film, ook qua sound effects, om daar een goede balans in te vinden. En, ja, en dat ook eigenlijk wat jij zegt, om te zorgen dat het niet te zwaar is, dat het niet mensen afschrikt. Um... Nou, en er waren best wel veel mensen mee gemoeid. Die regisseurs had natuurlijk een hele zware stempel, die ze op wilden drukken en logisch. En heel veel mensen die natuurlijk. Ook iets van vinden. Dus je moet al die wensen samen zien te smelten in een compositie. Zij wilde die wil heel graag dat liedje. Ze vond het heel moeilijk dat er aan werd gesleuteld. De andere partijen wilden dan niet dat liedje, maar dan de emotie vangen. En toch hebben we er op een of andere manier voor gezorgd dat het allemaal bij elkaar is gekomen. En dat het toch uh, ja, heeft geresulteerd in, in dit. Uiteindelijk, waar iedereen toch dan heel blij mee is geworden. Ja, dat wilde ik vragen. Inderdaad, is iedereen uiteindelijk blij en zeker? Hoe, ja, hoe ja, zijn absoluut. de reacties? Ja, uh, ja, jij zei net ook al dat het jou heel erg aansprak toen je het hoorde. Heel veel mensen die uh, zitten gewoon met, uh, met, met open mond daar naar te luisteren. Ook als het uh, in onze studio's laten horen aan mensen. we uh, krijg ik best wel veel reacties van andere mensen die het dan hebben gezien. En uh, ja, iedereen is erdoor ontroerd. En uh, dat mag ook wel gelukkig bij zo'n uh, zwaar, zwaar onderwerp. Ja. Dus uh, ja, wij denken dat het gewoon goed heeft uitgepakt. Uh, inderdaad, niet al te zwaar over de top. ...maar gewoon het doel dient wat het uh, zou moeten dienen. En natuurlijk ook voor een heel mooi uh, ja, product, Absoluut. app. Ja, initiatief ook wel. Initiatief, ja. dank je. Ja. Ja. Uh, better Time Stories. Ja. Uh, is dat iets wat een vervolg gaat krijgen? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Want wij zijn altijd als laatste. Op een gegeven moment wordt er natuurlijk een project opgezet... ...en dan word je aangehaakt van... ...hé, hey, zullen we dat weer doen? Maar dat hele voortraject... ...ja, daar word je als uh, componist eigenlijk nooit in meegenomen. Je komt op een gegeven moment erbij natuurlijk. Maar wie weet. Uh, de oorlog duurt nu uh, ruim een jaar... Uh, het is nog lang niet afgelopen. Dus uh, laat ik zo zeggen, als wij weer op die manier iets kunnen bijdragen aan zo'n uh, initiatief, dan doen we dat uh, gelijk. Nou, Zeker weten. Mooi fijn. En uh, dank jullie wel voor jullie verhaal. En met name ook uh, gefeliciteerd nogmaals met uh, deze nominatie. Dankjewel. Uh, als jullie straks misschien wel daar op het podium staan uh, bij de uitreiking. Uh, aan wie zouden jullie een dankwoord willen richten? Poh. Dat is wel lastig. Nou, het dankwoord gaat sowieso naar uh, alle mensen die ons op een gegeven moment vertrouwen hebben gegeven. Uh, om ons een beetje het voortouw te laten nemen. In, omdat wij iets voor ogen hadden en daar moesten we iedereen in meenemen. Ja. Um, ja, er zijn zoveel mensen mee gemoeid. die moeten we echt op een briefje gaan schrijven. Uh, om die allemaal een plekje te geven. Wie weet, jullie hebben het nog heel even. Laten we het hopen. <laughs> ja. Heel veel dank voor jullie verhaal en blijf nou, van die mooie dingen maken. Gaan we doen, gaan we dankjewel. Doen. Dank voor het luisteren. Het werk van de componist vind je in de show notes. Daar vind je ook meer informatie over de Buma Music and Media Awards. Volg deze podcast als je nieuwsgierig bent naar de verhalen van andere componisten en het werk wat zij hebben gemaakt.